Suriname is de afgelopen jaren succesvol geweest in de strijd tegen malaria. Van duizenden malariagevallen per jaar is ons land gegaan naar 30 gevallen in 2018. De strijd is echter niet afgelopen. Dit jaar zijn er weer malariagevallen gerapporteerd in de inheemse dorpen Palimeu en Peleliu-Tepu aan de Tapanahoni-rivier. Het ministerie van Volksgezondheid, de medische zending en het bureau openbare gezondheidszorg ondernemen actie om verspreiding in de dorpen tegen te gaan. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut. Malaria komt Suriname veelal binnen via geïnfecteerde personen uit Frans-Guyana, Brazilië, Guyana, Venezuela en Afrika. Het belangrijkste advies van het ministerie van Volksgezondheid is om te slapen onder een klamboe. En bij griepverschijnselen is het verstandig om meteen een dokter te raadplegen.